Welke waarde hechten we in Nederland nou echt aan onze bedrijven? Zijn ze de noodzakelijke onderdelen van onze economie die verder geen speciale aandacht hoeven te krijgen? Of verdienen ze die extra aandacht juist wel, omdat ze zo'n essentiële factor zijn voor het succes en welzijn van dit land? Over die fundamentele vragen debatteren 5 politieke partijen in het BNR Bedrijvendebat. Je hoort het volgende week woensdag op BNR of daarna in je favoriete podcast-app. Het BNR Bedrijvendebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meindert Schut. En goedemorgen, het is dinsdag 5 april 2022. We zijn er weer met het ochtendnieuws. Vandaag nog even met mij, Meindert Schut. Bas, die is nog ziek. Beterschap vanaf hier. Maar het goede nieuws is, Iwan Verrips, die is er gewoon. Goedemorgen, Meindert. Zoals gebruikelijk. In 20 minuten praten we hierbij over de gebeurtenissen van gisteravond en vannacht. We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, op het Binnenhof, in Nederland, de rest van de wereld natuurlijk. Alles voor een vliegende start van je werkdag. Straks hebben we een leuk verhaal voor bij het koffiezetapparaat, uiteraard. We eindigen luchtig met de podcast, maar we beginnen met de situatie in Oekraïne. Verschillende wereldleiders hebben gereageerd op de verschrikkelijke beelden in Bucha, vlakbij Kiev. Maar niet alleen het Westen reageert. Ook Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken liet van zich horen. Hij noemde het allemaal onzin, gefabriceerd. Bij ons is Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen. Goedemorgen. Joost, Biden die noemde Poetin gisteren opnieuw een oorlogscrimineel. Begrijpelijke reactie? Nou, vanuit emotionele overwegingen natuurlijk wel. Hè. Kijk, ik denk dat iedereen er wel zo'n beetje zo over zou denken. Mocht het allemaal bewezen worden natuurlijk. Ja. Wat er in Bucha gebeurd is. En dat inderdaad door de Russen is gebeurd. Maar het is niet zo heel erg handig, zeggen mensen die verstand hebben van de internationale diplomatie. Omdat je Vladimir Poetin nog steeds nodig zult hebben bij het bereiken van een staakt het vuren. Een later vredesakkoord misschien. En je moet hem daardoor nog wel een uitweg bieden natuurlijk. Als hij weet van ik sta als oorlogsmisdadiger te boek. Ik krijg een enkele ticket naar Den Haag, naar het internationaal strafhof. Als ik aftreed of wat ik maar. Nou ja, dan heeft hij geen reden om de oorlog te staken. En in tegendeel zal hij misschien tot het einde doorgaan om deze oorlog uit te vechten. Ja, Rusland heeft ook gereageerd op de verslagen uit Bucha. Bij monden van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Wat heeft hij precies gezegd? Nou ja, Rusland zegt dat het, en Lavrov dus ook, dat het allemaal in scène gezet is. Hè. Dit zijn die lijken die zijn daar neergelegd in Bucha. Gisteravond deed de ambassadeur bij de VN van Rusland, de VN-ambassadeur van Rusland, Vasily Nebesnya, die deed nog eens eventjes dunnetjes over. Die zei ook van dit is allemaal fake news. En hij gaf ook Engeland, Groot-Brittannië gaf die een veeg uit de pan, omdat Rusland gisteren heeft opgeroepen tot een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. En Groot-Brittannië heeft dat geweigerd. Nebesna zei, Groot-Brittannië maakt zich schuldig aan ongehoord machtsmisbruik, zo noemde hij het, door deze oproep tot een spoedzitting van Rusland te negeren. Ja. Rusland zegt, die lichamen die lagen er nog niet toen wij uit Bucha vertrokken. Die zijn er dus daarna pas neergelegd. Nou, meldt New York Times dat op basis van satellietbeelden geconcludeerd kan worden dat die lichamen er al weken lagen. Is dat nieuws wat ook Rusland bereikt? Wordt dat ook als onzin afgedaan? Nou, ik heb daar nog geen reacties op gezien, maar ze zullen daar toch iets op moeten vinden, ook hier in de media. Omdat die lichamen, die zouden dus al inderdaad al veel langer hebben gelegen hebben. Ik denk dat gisteravond Rusland die spoedzitting wilde om het tegendeel te bewijzen. Hè. De Russen hebben ook materiaal verzameld waaruit zou moeten blijken dat het allemaal niet klopt, dat het in scène gezet is. Beeldmateriaal
beeldmateriaal, videomateriaal. Een van de lichamen zou bijvoorbeeld nog een arm bewegen als de camera er langs rijdt. Nou ja, gisteravond heeft de BBC vrij overtuigend wat dingen op een rij gezet. En ja, de meeste van die beweringen van de Russische media, van het Russische ministerie van Defensie, gedebunked. Eigenlijk. Hij heeft gezegd, dit klopt niet, en wel hier en hier en hierom. Dus ja, dat zal vandaag verder uitgevochten worden, denk ik. Er is vandaag een zitting van de Veiligheidsraad, voor zover ik heb begrepen. En daar zal het ongetwijfeld hierover gaan. Nou ja, dat is natuurlijk ook opvallend dat de Oekraïnse president Zelensky bij die VN-veiligheidsraad vandaag via een video een toespraak zal houden. Dat zal in Moskou ook niet in goede aarde vallen, kan ik me voorstellen. Nou, dat hangt er helemaal vanaf wat hij gaat zeggen. Nou ja, maar buiten het feit dat... Alleen het feit al dat hij daar, hij daar zit en die conferentie mag toespreken, terwijl Rusland gisteravond tot twee keer toe nota bene een spoedzitting is geweigerd. Ja, dat zullen ze hier in Moskou niet erg leuk vinden. Nee. Ja, nou spreekt de hele wereld er natuurlijk schande over. Ten eerste over wat er is gebeurd, maar ook over het feit dat Rusland het allemaal keihard ontkent en het 180 graden draait. Is dit wel iets wat past bij de Russische tactiek uit het verleden ook? Ja, ik denk het wel. Het is een beetje een oude Sovjet-tactiek. Ja. Het is zoveel mogelijk ruis veroorzaken, zoveel mogelijk verwarring zaaien, zoveel mogelijk twijfel veroorzaken, twijfel zaaien. Het hoeft niet allemaal geloofd te worden door de mensen in de wereld, als het maar gewoon in discrediet gebracht wordt. En we hebben diezelfde tactieken ook gezien bij bijvoorbeeld MH17. Daar werden ook beelden verspreid waarvan verhalen verspreid waarvan je dacht van ja, wat is hier nou van waar? Wat kan hier nou van waar zijn? We hebben het ook gezien in Syrië een paar jaar geleden, met die gifgasaanval, waarvan Rusland ook zei, dit is allemaal in scène gezet. Dit zijn acteurs die hier op de grond liggen. Die witte helm, die hulpclub, die zou dat allemaal gefilmd hebben en in scène hebben gezet. Dus ja, het is voornamelijk ook op de binnenlandse consumptie gericht dat de Russen zoveel verschillende beelden krijgen op een gegeven moment, zoveel verschillende verhalen, dat ze denken van, nou ja, ik weet niet meer wat ik moet geloven en wie ik moet geloven. Laat maar helemaal zitten. En dan praten we er niet meer over. Dat is eigenlijk de tactiek die daarachter zit. Ja, hoe dan ook zal de rest van de wereld ook vandaag weer over de gebeurtenissen, onder meer in Bucha, maar ook andere delen van Oekraïne hebben. Dankjewel, Joost Bosman, Rusland-correspondent vanuit Moskou. Ja, en we hebben natuurlijk het op een rijtje gezet, Iwan, wat er allemaal de afgelopen 24 uur gebeurd is in en rond die oorlog in Oekraïne. Zeker, je zei het al, Zelensky die gaat dus vandaag de VN-veiligheidsraad toespreken. Dat heeft hij aangekondigd in zijn dagelijkse videoboodschap. Hij wil het hebben over de gedode burgers in Bucha. Minstens 300 lichamen gevonden daar. Maar ook gaat hij het hebben over andere plekken die bevrijd zijn. Waarschijnlijk zullen daar nog veel meer doden bijna voorkomen als we daar dus naar binnen kunnen kijken. In de Veiligheidsraad wil de president gaan pleiten voor het tot stand komen van een onafhankelijk onderzoek naar die doden daar. Hij riep in zijn toespraak van gisteren journalisten wereldwijd op om te komen naar Oekraïne om verslag te doen van de burgerslachtoffers. Nou, New York Times had je al gemeld, had je al verteld dat zij inderdaad uit onderzoek hebben, dat eruit blijkt dat sommige van die burgers al wekenlang daar liggen op straat. En de EU gaat helpen bij het opsporen van die oorlogsmisdaden al daar. De Brusselse hulp zal zowel technisch als financieel van aard zijn en daarom stelt de EU onder meer deskundigen beschikbaar en zal het onderzoek in de samenspraak met de openbaar aanklager in Oekraïne worden gecoördineerd. Ook Europol, Eurojust en het Internationaal Strafhof worden betrokken bij dat onderzoeksteam. En Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die zegt dat deze inspanningen het mogelijk zullen maken om bewijs te verzamelen, te analyseren en te verwerken op de meest complete en effectieve manier. Ja, dat is natuurlijk heel erg de vraag. Wie een onafhankelijk onderzoek dat door beide partijen wordt geaccepteerd kan doen. In ieder geval rijst na die gruwelijke beelden van de Oekraïnse stad Bucha de vraag, kan president Poetin voor het gerecht belanden wegens oorlogsmisdaden? Experts vertellen in een interview in de Telegraaf dat het een helse klus wordt om de verantwoordelijke te berechten. Ze zeggen dat Rusland echt niet zal meewerken. Geert-Jan Knoops, werkzaam als advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, legt uit: allereerst moet je aantonen dat het daadwerkelijk om ongewapende burgers gaat die getroffen werden. Een duidelijke schending van het oorlogsrecht. De vervolgvraag is of het authentieke beelden zijn. Nou ja, dat is iets wat natuurlijk Rusland probeert te ontkrachten allemaal.
Verenigde Staten kondigen ondertussen nieuwe sancties aan tegen Rusland. Amerikanen willen deze week nog nieuwe maatregelen treffen wegens het oorlogsgeweld in Oekraïne. Nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan heeft maandag al gezegd dat sancties in wezen niets oplossen, maar wel een belangrijk instrument zijn tegen Poetin. Oekraïne kan volgens Sullivan ook nog eens rekenen op toezeggingen voor extra militaire steun van de Verenigde Staten. En liet daarnaast weten dat Biden alles op alles zal zetten om Poetin de prijs te laten betalen voor oorlogsmisdaden die zijn troepen hebben begaan. Ochtendnieuws. De inflatie dan, Iwan, die komt dit jaar uit op 7,7%. Ja, dat is fors. Dat verwachten de economen van de Rabobank. NRC schrijft erover. Fors hoger ook dan de prognose van een maand eerder. Toen kwamen de bankeconomen uit op 5,5%. Nu dus 7,7%. En ook volgend jaar blijft die inflatie hoog, denken de economen van de bank. We moeten dan rekening houden met 4,5%. De aanleiding van de bijstelling is de torenhoge inflatie. We hebben het vorige week gehoord. Bijna 12% op jaarbasis is het getal waar het CBS vorige week mee kan, op basis van Europese rekenmethoden, maar toch. En dat heeft volgens de economen uiteraard veel te maken met energieprijzen. We kunnen het allemaal zien aan de pomp en in de gasrekening thuis. En dat zorgt er dus voor dat waarschijnlijk de inflatie dit jaar uitkomt op 7,7%, denkt de Rabobank. Ja. De landelijke eenheid van de nationale politie moet volledig op de schop. Dat staat in een tussenrapport van de commissie Snijders, die onderzoek doet naar de organisatie. Bij de landelijke eenheid zijn de afgelopen jaren een reeks ernstige problemen naar boven gekomen. Moet dus veranderen. Problemen zouden niet op te lossen zijn met beperkte ingrepen in de organisatiestructuur, de leiding en de cultuur, zo schrijft de commissie. Het moet dus echt grondig anders. Nou, even naar die problemen dan. Het gaat onder meer om gebrekkig leiderschap, gebrek aan professionaliteit en gemis aan samenwerking. Medewerkers worden onvoldoende gesteund door de leiding of voelen zich soms zelfs onveilig binnen de organisatie. Is niet heel lekker allemaal. Maar denk ook aan de onrust bij het team werken onder dekmantel, waar onderzoek naar is gedaan naar aanleiding van een zelfmoord van een agent die undercover werkte. De begeleiding van die infiltrant was volstrekt onvoldoende, blijkt uit het rapport. Volgens de commissie moet de positie van de landelijke eenheid binnen het politieapparaat gewoon worden herzien. Verder moet het takenpakket ook worden herzien. Dat is divers op dit moment. Ook moet er meer worden ingezet op vergaren van data en informatie. Huidige leiderschapscultuur moet veranderen en de teams moeten kleiner worden. Nou, zo flink takenpakket. Ja, misschien gewoon een hele nieuwe organisatie neerzetten. Landelijke eenheid met bijna 6000 medewerkers is geen kleine club. Ondersteunt de regionale korpsen, maar heeft ook zelfstandige taken, zoals de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Dat is niet onbelangrijk dus. Minister Jezilgus van Justitie en Veiligheid onderschrijft de conclusie van Snijders. Ze heeft de korpschef gevraagd te kijken hoe de landelijke eenheid anders ingericht kan worden. Nou, dit rapport geeft al een paar inzichten daartoe. Het afgelopen jaar kregen Nederlandse financiële autoriteiten honderden meldingen over mogelijke misstanden met cryptovaluta, zo blijkt uit onderzoek van BNR. De meeste van die meldingen verdwenen echter meteen in de prullenbak. DNB ondernam vorig jaar namelijk maar 2 keer actie tegen overtreders. Het gebrekkige toezicht geeft malafide figuren vrij spel. Crypto-cowboys doen wat ze willen en consumenten hebben het nakijken. Voor de Nederlandse crypto-industrie is de maat nu vol. Zij betalen DNB elk jaar miljoenen om de sector schoon te houden en willen dat de centrale bank dit geld verhaalt op overtreders. Bij ons is nu Patrick van der Meijden, voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven in Nederland. Goedemorgen. 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 Ja, jullie leden betalen DNB miljoenen euro's voor dat toezicht. Ja. Wat hebben jullie daarvoor teruggekregen? Nou, er wordt vooral heel erg goed toezicht gehouden op de leden die zich geregistreerd hebben. Ja, terwijl er natuurlijk een hoop illegale grote buitenlandse partijen zich ook op de Nederlandse markt richten. En die eigenlijk onbelemmerd hun gang kunnen gaan. En ik denk ook wel dat er een onderscheid is tussen pure oplichting, wat je soms ook ziet. Ja. En gewoon bedrijven die vanuit het buitenland de markt besturen en ook gewoon niet zoveel op hebben met de Nederlandse wet en regelgeving. Nee, maar moet DNB op beide toezicht houden? Ja, absoluut. En zeker natuurlijk, kijk, tegen oplichting en dat soort zaken, dat is altijd wat lastiger. En daar zou ook de OM voor ingeschakeld kunnen worden bijvoorbeeld. Maar gewoon de grote buitenlandse spelers, die zou DNB ook gewoon moeten aanpakken. En ons voorstel is inderdaad om een wetwijziging door te voeren.
zodat eventuele boetes die opgelegd worden aan dat soort partijen ten goede komen aan toezicht op de sector en daarmee de kosten gedrukt worden aan, voor de legitieme partijen die gewoon de Nederlandse consumenten een goed alternatief willen bieden tegen de enorme inflatie waar jullie het net ook over hadden. Ja, en hoe reageert DNB op dat plan? Nou, die gaven aan dat ze op zich wel heel erg druk zijn met buitenlandse partijen. Maar ja, wij zien gewoon in de praktijk daar geen enkel effect van. Nee. Dus daar moet gewoon echt wat aan veranderd worden. En ja, ons plan behelst dus ook dat er een wetswijziging nodig is om die boetes dus aan onze kant weer te laten vallen ten goede. Dus ook het ministerie van Financiën is daarmee aan zet. En die gaven ook aan dat er met een werkgroep gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen. Ja, want DNB geeft ook aan dat ze eigenlijk maar een beperkt mandaat hebben om op te treden tegen crypto-cowboys, maar ook die buitenlandse partijen. Klopt dat ook? En moet inderdaad daarvoor die wet worden veranderd? Nee. Daarvoor hoeft die wet niet aangepast te worden. Dat mandaat is er gewoon. Ze kunnen zeker die buitenlandse partijen gewoon prima aanpakken met de huidige wet van regelgeving. Die is daar gewoon helemaal op ingericht. Het blijkt dat het lastig is om dat effectief te doen, denk ik. Maar ja, onze inzet is wel, richt nu de capaciteit die er is, die wij betalen voor het toezicht, vooral op die buitenlandse partijen. Ja. Dat is eigenlijk waar wij nu toch wel ons hart voor maken. Ja, nee, maar wat geeft DNB dan voor antwoord dat ze daar niet aan toekomen, blijkbaar? Nou ja, ze geven aan dat ook die buitenlandse partijen met advocaten in de weer zijn en dat ze daardoor alles heel nauwkeurig moeten aanpakken. En dat begrijp ik op zich wel, maar ja, we zijn nu bijna 2 jaar verder. En nog steeds is er in de praktijk gewoon niks veranderd. En dan, ja, dat is toch wel een heel treurig iets eigenlijk. Nee, want we hebben het over die honderden misstanden. Die gaan ook over die afgelopen 2 jaar, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, en daar zijn maar 2 keer is er actie ondernomen tegen overtreders en 0 boetes zijn er uitgedeeld. Klopt. De Nederlandse Bank heeft 1 openbare waarschuwing tegen 1 grote partij geuit. En er zijn verder totaal geen handhavende maatregelen uitgevoerd. Waaronder bijvoorbeeld boetes. Ja. Dus ja, die partijen die gaan eigenlijk gewoon vrij uit. En tegelijkertijd wordt er aan de partijen die zich wel netjes registreren worden er soms verdere eisen gesteld dan eigenlijk de wet mogelijk maakt. En ja, dus dat is een beetje een hele vervelende situatie. Dat je eigenlijk de goede jongens van de klas benadeelt hierin. Ja, en dan even over die meldingen. Want wat houden die meldingen in? Kun je daar voorbeelden van geven, van wat er dan gebeurt? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er afgelopen week nog een congres in Amsterdam was, waarbij een grote buitenlandse partij kennelijk sponsor was en ook gewoon met reclamefilmpjes waar gewoon ook ambtenaren en toezichthouders en mensen uit de financiële wereld bij de congres aanwezig waren. Nou, gewoon uitgebreid hun reclames maken. Terwijl ze gewoon helemaal niet geregistreerd zijn bij de Nederlandse Bank. Ook niet bijdragen aan de toezichtkosten die wij allemaal leveren. En daarmee gewoon eigenlijk illegaal bezig zijn. En is dit voor de consument duidelijk te onderscheiden welke partijen wel onder toezicht van DNB staan en welke niet? DNB heeft een register. maar ja, die staat natuurlijk enigszins verstopt op de website ergens op het internet van DNB. Dus ik kan me voorstellen dat het voor consumenten lastig is. Wij hebben zelf ook een website, verenigdebitcoinbedrijvennederland.nl, waar gewoon alle leden van onze branchevereniging te zien zijn. Die zijn allemaal geregistreerd bij de Nederlandse Bank. Dat zijn gewoon allemaal Nederlandse bedrijven waar je als consument prima terecht kan. Dankjewel, Patrick van der Meijden, voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. En Groot-Brittannië wil een aantal cryptomunten gaan reguleren. Het is onderdeel van een plan van het VK om een hub te worden voor digitale betaalbedrijven. De Treasury, het ministerie van Financiën, wil zogenaamde stablecoins als wettig betaalmiddel gaan inzetten om mensen meer vertrouwen te geven in het betalen met digitaal geld. En dan moeten we even uitleggen dat groot verschil met bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum, wat natuurlijk bekende cryptomunten zijn, is dat die zijn nogal volatiel. En die stablecoins die zijn heel erg stabiel, omdat ze dus
dus gekoppeld zijn aan de waarde van een echte munt, zoals de dollar. De bekendste is wel de tether. En het idee daarvan is dat één tether de waarde heeft van één US dollar. Nou is er ook wel wat om te doen geweest. Het bedrijf achter Tether heeft bijvoorbeeld wel gezegd dat zij voor elke digitale coin ook daadwerkelijk één echte dollar als reserve in kas hebben. Maar daar wordt al heel lang openlijk aan getwijfeld. En daar is veel om te doen. Hoe dan ook, de UK Treasury wil de betaalmiddelen van de toekomst en bedrijven die daarmee te maken hebben dus naar Groot-Brittannië lokken. Ze denken dat dit soort bedrijven door deze business nu een beetje te reguleren vertrouwen krijgen om te investeren en ook zo banen te creëren. Misschien weer een stapje verder in de acceptatie van de crypto en betaal je binnenkort de Tube met je Tether. Met je Tether of USD of een crypto-pond. Ja, exact. Mooi. We gaan naar het Haagse nieuws. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen vertelt je wat er in Den Haag speelt vandaag. Vandaag in de Tweede Kamer de mondkapjesdeal van Siewert van Liende. Het parlement wordt bijgepraat door Deloitte, de club die onderzoek doet naar de deal van Siewert. En de rol daarin ook van de oud-minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die ontkent dat hij daar nou echt zoveel mee te maken heeft. Vandaag is er de technische briefing over de affaire en later deze week ook het Kamerdebat in het parlement. De oppositie lust Hugo de Jonge rauw en zwaait nu al met een motie van wantrouwen naar die minister die eigenlijk niet meer verantwoordelijk is voor deze portefeuille. Best ingewikkeld. Ook is er vandaag het vragenuur in het parlement en de Tweede Kamer herdenkt de overleden oud-Kamervoorzitter Piet Bukman van het CDA. Verder zal het zeker gaan over Stef Blok in de Tweede Kamer. De minister die zo graag weg wilde uit Den Haag en binnen een paar maanden weer terug is als sanctiecoördinator op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een blik op de kranten, dames. We gaan koppen snellen. Telegraaf. Schiphol verwacht lange rijen dit voorjaar. Dat meldt de luchthaven aan de Telegraaf. Vakbond FNV voorspelt zelfs chaos, omdat er sprake is van honderden openstaande vacatures bij de incheckbalie, beveiliging en de bagagekelder. Of het FNV dat elk jaar doet, maar goed. In het Algemeen Dagblad, maandenlang wachten op paspoort door overbelaste ambtenaren. Gemeenten die kampen met lange wachttijden. Het kan 1 tot 3, zelfs wel 3 maanden duren voordat je een nieuw rijbewijs, paspoort of ID in bezit hebt. En die wachttijden worden met name veroorzaakt door het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne. Komt ook nog even tussendoor. Ja, precies. Dan heb je misschien wel je vlucht ergens naartoe naar een vakantieoord, maar heb je geen paspoort. Financiële Telegraaf dan. PostNL top langer in de cel. De 2 topmannen van PostNL België moeten toch nog langer in de cel blijven. Het gaat om CEO Rudy van Rielaar en de Nederlander John de Bruin. Dan het FD. Duitse overheid neemt controle over bij de dochterbedrijf van Gazprom. Om het functioneren van de gasmarkt veilig te stellen heeft de Duitse overheid in een ongekende stap de controle overgenomen bij Gazprom Germania. In deze dochteronderneming van het Russische staatsbedrijf zijn de activiteiten in Europa en Azië gebundeld. En tot slot de Volkskrant. Hugo de Jonge gebruikte privémail tijdens de coronacrisis. De minister gebruikte een persoonlijk iCloud-mailadres van Apple om te communiceren en daardoor is mogelijk informatie verloren gegaan die normaal gesproken via een WOP-verzoek kan worden opgevraagd, maar ja, als het in zijn eigen mailbox zit, dan niet. Ja, precies, zo is dat. En dan krijg je nog tot slot van ons vandaag de column van Marianne Zwagerman. Met een pistool tegen zijn hoofd werd journalist Robert Dulmer zondag door de politie Oekraïne uitgejaagd, waar hij voor het Nederlands Dagblad verslag deed. Hij twitterde binnen een half uur na een raketaanval door de Russen op een oliedepot in de haven van Odessa een filmpje van zwarte rookpluimen. 4 raketten, 4 keer raak, zette hij bij de merkwaardige video die meer op het werk van een ramptoerist leek dan van een journalist. Oekraïne vindt dat Dulmers hiermee staatsgeheimen heeft geschonden, terwijl hij ervoor heeft getekend dat niet te doen in ruil van zijn accreditatie. Oekraïne wil zich spiegelen aan landen in het Westen, maar laat zich zo van zijn slechte kant zien, zegt journalistenvakbond NVJ die de uitzetting van Dulmers veroordeelt. Daaruit spreekt een nogal overdreven vertrouwen in het Westen. We hebben geen idee hoe onze gezagsdragers zouden handelen als er oorlog op ons grondgebied zou zijn. We weten wel hoe ze handelen op het grondgebied dat ze binnenvallen. Als het om onze eigen acties gaat, zijn we net een geblinddoekte ezel met Alzheimer. Embedded journalistiek, waar journalisten zich aan de regels van de legerleiding moeten houden, is uitgevonden door de Amerikanen.
Pistolen gebruikten ze voor zover ik weet niet tegen journalisten. Maar er is bij veel westerse media een bijna slaafse houding tegenover de eigen bevelhebbers. In de huiveringwekkende reportages van BBC-verslaggever Jeremy Bowen vanuit Bucha zien we de verkoolde lijken van vluchtende Oekraïense burgers en geëxecuteerde mensen met de handen achter de rug gebonden. Beelden die een belangrijke rol spelen bij de volgende stap in de oorlog. De westerse wereld schreeuwt om vergelding van de gruweldaden van de Russen. In 1991 stond Jeremy Bowen ook tussen de verkoolde lijken in een bunker in Bagdad. 400 vrouwen, kinderen en bejaarden kwamen om na een aanval van de Amerikanen. Het Pentagon probeerde het weg te poetsen als een aanval op een militair doel. Maar de bewoners gebruikten de bunker als schuilplek voor de kwetsbaarsten. De presentator van het BBC-journaal wilde niet van Bowen, die er met zijn neus bovenop stond, aannemen dat het echt niet om een militair doel ging. Nadat Bowen het 3 keer ontkende, gaf de presentator zijn moedige collega een trap na met de mededeling aan de kijkers dat de reporter onderworpen was aan Iraakse controlemaatregelen. Niets is lastiger te herkennen dan je eigen hersenspoeling. Welke waarden hechten we in Nederland nou echt aan onze bedrijven? Zijn ze de noodzakelijke onderdelen van onze economie die verder geen speciale aandacht hoeven te krijgen? Of verdienen ze die extra aandacht juist wel, omdat ze zo'n essentiële factor zijn voor het succes en welzijn van dit land? Over die fundamentele vragen debatteren 5 politieke partijen in het BNR Bedrijvendebat. Je hoort het volgende week woensdag op BNR of daarna in je favoriete podcast-app. Het BNR Bedrijvendebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.